En ik heb nog de vlamkoekenbodem in de koelkast. Dus die ga ik vandaag maken. Goed, drie. Perfecte vlamkoeken at home. Ik ben echt zeer, zeer trots. Ik ben met Zero aan het bellen. Mijn internet viel weer de hele tijd uit vandaag en gisteren en eergisteren. Oh my god, kijk nou. Hi Sophie, veel plezier met jouw glitter sokken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 17 april en de zon schijnt weer. Yes, en ik heb zin in mijn nieuwe lila topje. Oh, weet je wat gisteren ook nog is gebeurd? Dit weer. Die plank heeft het weer begeven. Ja, Jin, wat vind je ervan? Ja, ga je gelijk op je plek liggen? Nee, je wil eten. Maar ja, mijn favoriete topje wilde ik eigenlijk gewoon zeggen. Maar dit is alleen maar extra reden om het leren uit te gaan zoeken. Maar niet vandaag, want het schijnt lekker de zon. En ik heb weer een lunchdate met Birdie straks. En voor de tijd wil ik eventjes vast de video afmaken. Oh, ik heb wel honger, dus ik neem vast even crackers. Rijstwafels, pindakaas waarschijnlijk. Een rechte scheiding. Ik had weer een rechte scheiding, was jullie opgevallen? Leek me best leuk. Nou, foetsie. Oké, even aankleden. Goed, ik ben nog in bed. En dan... Ja. Oh, ik heb echt honger, niet normaal. Wat heb ik gisteren gegeten? Wat heb ik gisteren gegeten? Ik weet het niet eens meer. Wat zeg je dan? Eet smakelijk, jongens. Geniet ervan. Tjonge, jongen. Ik kreeg heel veel reacties dat ik zei van de halve wereld zit thuis. En dat hij dat nog wel merkt. En dat hij dan denkt, ik wil ook lekker thuis zijn. Van, oh, maar dat is echt niet zo. We zijn heel aan het werk. En ik denk dat het ook echt zo is. Alleen in onze omgeving, zeg maar heel erg vooral de horeca-omgeving. Waar wij natuurlijk heel veel mensen in kennen. Die bedrijven zijn gewoon dicht. Dus die mensen werken niet. Of zoals zelfs mijn broer, die is bedrijfsleider van een horecazaak in Utrecht. Nou, die heeft een kantoordag één keer in de week. Die hebben de hele berging opgeruimd. Maar op een gegeven moment valt er ook niet meer op te ruimen. Dus die is ook gewoon thuis. En nou, mijn andere broer bij de Hanos heeft ook veel minder dagen. Die gaat ook 1 à 2 keer. Mijn moeder, die een lunchroom runt, zit gewoon thuis. Dus heel veel mensen in onze omgeving zitten thuis. Dus ik denk dat dat daarom zo voelt. Maar ik kan me inderdaad voorstellen. En sowieso, ik zag nu dat tandartsen weer open gaan. Nou, ik had al gevraagd over mijn auto, die moet naar de APK. Nou, de garages zijn ook gewoon open. En inderdaad, de mensen die thuis werken, dus kantoorbanen hebben, werken ook hartstikke hard. Alleen ja, in de horeca is het net wat anders en dat is een beetje onze omgeving. Maar hij moet gewoon weer 4 dagen aan het werk hoor deze week. En hij heeft echt niks te klagen, want hij heeft maar halve dagen. Dat afhalen is van 4 tot 8 en ik had het al verteld volgens mij. Je moet een dag van tevoren bestellen. Dus hij weet precies hoeveel hij moet maken. Zoals gisteren was hij echt om 7 uur al thuis. Dus. Maar nou ja, dat wilde ik nog even zeggen. Ik denk inderdaad dat er meer dan de halve wereld aan het werk is. Ik hoop ook snel dat het weer beter wordt. Kijk hoor, hoeveelste is het vandaag? 17 zei ik. Volgende week komt dus de persconferentie over hoe we verder gaan. Iemand is heel hard muziek aan het draaien. Ik wil nu toch even zien wie het is. Oké, het is 12:30. Ik heb besloten geen friet te gaan bestellen. Want je moet echt freaking veel bestellen. De vorige keer had ik ook 3 snacks, 2 Red Bull en friet. En dat is gewoon ook te veel. En ik ben ook gelijk weer meer dan 15 euro kwijt. En ik heb nog de vlamkoekenbodem in de koelkast. Dus die ga ik vandaag maken. Goed, ik heb hem gisteren toen ik thuis kwam op het werk gemaakt. En hij was niet zoals Moeken, maar bijna. Dus ik ga zo even laten zien wat ik ga doen. Deze is nog een klein beetje bevroren. Hij begint wel bij te trekken, maar die heb je ook pas op het allerlaatste nodig. Dus dat is niet zo erg. Verder wat ik gebruik is crème fraîche, geraspte kaas. geraspte kaas. De tomaatjes. En deze komt ook bij de Hanos vandaan. Dit is een truffel mayonaise. Maar ja, die kun je ook gewoon in de winkel halen hoor. Maar we hebben toevallig deze gehaald nu. Eigenlijk horen er nog kappertjes bij, maar die heb ik niet in huis. Oké, wat je doet. Bodem erbij. Wij hebben natuurlijk een kleinere oven. Dus sowieso past daar maar de helft in. Maar ik weet ook niet precies hoeveel hij over heeft gelaten. Dus misschien is hij alsnog wel te groot.
Oké, de bodem. Dat was moeilijker dan ik dacht. Dan pak je de crème fraîche. En die doe je een laagje erop. Je kan het zo dik doen als je zelf wil. Ik ben zelf wel een liefhebber van een goede laag, maar niet te dik. Want als je te dik doet, dan zul je ook merken dat de smaak van de rest wegvalt. En dat is echt zonde, want je hebt juist al die smaken nodig om de perfecte vlamkoeken te maken. En ik kan het weten, want ik ben echt een vlamkoekenkoningin. Dat is iets... Oh, ik mis de mensen van mijn koken hoor, maar de vlamkoekers... Oei, 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 dat is toch ook echt wel een leven hoor. Dan de geraspte kaas. Wel een beetje goed verdelen natuurlijk. En ook hier geldt, ja, je kan zoveel doen als je wil, maar in principe het smelt natuurlijk. Komt niet te dicht bij de randen, dan wordt het echt een zooitje. Wij hebben 48 plus pittig. En ja, hoe jonger de kaas, hoe minder smaak die zal geven. Dus... dat is logisch. Nou, dit is in principe genoeg. Hier zouden normaal gesproken de kappertjes overheen gaan. Als je die in huis hebt, 100% aan te raden, want het is echt heel lekker. Dan gaat die zo in de oven, want de kappertjes is natuurlijk rauw, dus die doe je niet in de oven. Tip voordat je de volgende keer begint. Doe het op bakpapier, anders krijg je hem echt niet in de oven. Het is gelukt. De oven is zoals verwacht te klein. Dat verbaast natuurlijk niemand. Hij is behoorlijk uitgerekt in mijn poging om hem op bakpapier te krijgen, dus dat is een beetje jammer. Maar hey, dat mag de pret niet drukken. Het is gelukt. We gaan hem aanzetten. Deel 2. Hoe krijgen we dit dan nu op het bord? Oh, dat ging soepel. Kijk dat gaan, kijk dat gaan. Nou, hij is niet perfect, weet je. De randjes zijn een beetje ongevouwen. Mag echt, smaakt precies hetzelfde. Carpaccio is ondertussen perfect. En de truc hiervan is... Omdraaien! Hey, hij is ook perfect te groot, hé. En dan voorzichtig eraf halen. En laatste stukje. Hoppa! Dan was een aantal ingrediënten wel natuurlijk vergeten. Maar daar doen we even... een beetje, hallo. Er komt niks uit, ja. Yeah. Peper en zout. Oh, oh peper, dat is zo met zout. Hé, hey, bemoei je met je eigen zaken. Peper. Waar is de kaasschaaf? En dan parmezaanse kaas. Nou is dit geloof ik geen parmezaan, maar Gran Panano. Mag de pret ook niet drukken. Nee. Bijna de volgorde fout. Truffelmayo. Heel frustrerend als de sous-chef van Moekenijkerk meekijkt. En je gewoon uit zit te lachen, basically. Maar jongens, ik heb dit vaker gedaan hoor. Het is gewoon hartstikke hoe het moet. Zo, kaas. Daar kun je dan weer eens nooit genoeg van hebben. Oh, ik proef het al. Pittenmix. Kan ook pijnboompitjes natuurlijk. Gewoon een mix die je lekker vindt op carpaccio, carpaccio. La la la. Ik krijg ook veel vragen hoe ik mijn salade maak. Dus dat zal ik van de week ook eventjes filmen. Zo. Dan wat salade. Niet heel veel. Het is geen salade. Het is puur voor de... en voor de groen. En voor de lekker. En dan... de zongedroogde tomaten. Mijn leven. Dit is echt zo lekker. What are you doing here? Nothing. Come making fun of me again? Perfecte vlamkoeken at home. Ik ben echt zeer, zeer trots. Ik ben met Zingen aan het bellen. Mijn internet viel weer de hele tijd uit vandaag en gisteren en eergisteren.
Elke keer probeer dan denk ik moet bellen en ik doe het gewoon niet. Ik ben scheiterd. Ik heb het gedaan. Ik heb ook gezegd. Ik wil opzeggen. Ik ben er klaar mee. Het valt elke keer weg. Ik heb alle snoeren gecontroleerd. Ik heb er zelfs een nieuwe snoer voor gekocht. En een monteur kost geld, want dat bood hij dus ook aan. Ik zeg, ik heb geen zin om daar geld voor te betalen. Ik zeg, nou, ik stuur je door naar een speciale afdeling. Die kun je dan een aanbieding doen. En eventueel kosteloze monteur. Ik dacht, nou, en dat wil ik nog wel proberen. Dus die heeft me in de wacht gezet en daar wacht ik nu op. Wel goed muziekje. Even Alicia Keys op de achtergrond. Nou, goed gesprek, leuke gast, goede service. Hij heeft hem een harde reset gegeven, waardoor hij zichzelf ook gaat updaten. En dan belt hij maandag terug. En als het maandag nog niet opgelost is, dan kan ik alsnog mijn abonnement afzeggen, beëindigen. Ja, ik weet het niet. Hij zegt, ja, monteur lang sturen kan momenteel gewoon niet vanwege corona. Dat snap ik, logisch. En dan moeten we wachten en dan weten we niet tot wanneer. Dus ja, wat dat betreft kon hij weinig voor me doen. Dus ik snap wel, ja, misschien had ik ergens in mijn hoofd gehoopt dat ik een soort van aanbieding zou krijgen van, hè, dan betaal je 3 maanden de helft of zo. Want ik hoorde in de wandelgangen dat het gebeurt. Het is bij mij niet gebeurd. Maar het was wel gewoon super goede service. En als dit het is, als het puur het resetten van de modem is en alles dan weer werkt, nou, heb ik weinig te klagen. Internet ligt er wel uit voor ongeveer 20 minuten. Ja, ik heb mijn telefoon, kan ik hotspot van maken. Oh, 144 gemelde sterfgevallen, 156 ziekenhuisopnames. Laatste cijfers. Oké. Ik vind het toch altijd nog wel veel hoor, op één dag. Maar ik wilde eigenlijk vlogs gaan editen. Dat kan ook gewoon. Daar heb ik geen internet voor nodig. Ik kan ze alleen niet uploaden. Ja, laat ik dat maar wel gewoon gaan doen. En dan upload ik wel later. Ja. Weet je wat ik ook wel echt graag zou willen? Dat de wifi in de slaapkamer zou komen. Want dat redt hij dus niet. Met de deur open wel, maar met de deur dicht niet. Dus we moeten eigenlijk even een verlenger, verspreider hebben. Maar ja, daar wil ik dan eigenlijk ook weer geen geld aan uitgeven. Ik heb onbeperkt internet op mijn telefoon, dus dat is super luxe. Wat dat betreft heb ik ook altijd verbinding, dus echt props voor Tele 2. Die hebben volgens mij ook best wel veel klachten, maar bij mij werkt het echt top. Ik heb nooit klachten bij hun. Dus, nou ja, aan de slag. Ik heb nog iets heel lekkers in de vriezer. En dan ga ik eventjes lekker een pauze nemen op het balkon. In het zonnetje, net. Almond mini. Welke zal ik nemen? Classic. White. Zit er maar één witte in? Maar misschien heeft het goed dat het al een witte op. Ik ga almond nemen. Yum, 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 yum. Ik begin dus nu ook last van mijn ogen te krijgen. Dus ik ben vrij zeker dat het toch de hooikoorts is. Maar ik heb heel veel tips gehad. Waarom ben ik zo vaak? Ja, heel veel tips over de pilletjes van de Lidl. En laten wij nou net, nou al best wel een tijdje trouwens, een Lidl hebben waar ik nog nooit geweest ben. Een hele grote nieuwe in Veenendaal. Dus daar moet ik dan binnenkort maar eens even heen. Ik heb nog geen honger. Maar toch sta ik in de kast te kijken. Omdat het gewoon richting etenstijd gaat. Ik moet even een nieuwe telefoonhoesje eromheen doen en een nieuw plaatje erop. Ja, Ginny die lag hierin te slapen en ik dacht, ach schattig, laat me liggen. Ja, dat is wat je ervan krijgt. Maar ik heb hem gisteren laten vallen en nu is dat glasplaatje kapot. Dus ik moet even nieuw opzetten. En even naar de, oh dat ga ik eerst even doen. Naar de brievenbus, want als het goed is zijn mijn nieuwe popsockets binnengekomen. En daarom heb ik nog steeds mijn nieuwe hoesje er niet omheen. Had ik al geen popsockets meer en het leven zonder popsockets kan ik echt niet handelen. Dat is zo fijn. Hallo Ginny. Dacht dat je eten kreeg. Dit is niet alleen popsockets. Dit zijn heel veel pakketjes. Kijk eens aan, tijger. Oh my god. Kijk nou. Hi Sophie. Veel plezier met jouw glitter sokken. Ed sparkling sokken. Oh my goodness. En er zit snoep in. Ik bedoel, ik ben blij. Dit is toch fantastisch. Dit zijn gewoon, ik kreeg een mailtje van haar. Toen zei ik, nou, ik heb echt letterlijk alleen maar zwarte sokken. En zij heeft dus allemaal glitter sokken.
Dit is toch echt helemaal leuk, die roze ook. Vooral nu ik thuis zit. Dat je gewoon, want ik draag eigenlijk altijd sokken. Want als ik koude voeten krijg, dan is mijn hele lichaam koud. Het is echt heel cute. Oh, 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 oh. Superleuk, dankjewel. En ook heel leuk ingepakt. En deze ga ik gelijk aan beginnen. Ik kreeg gewoon een berichtje van Godriek of ik toevallig pasta aan het maken was. Want daar had hij zo'n zin in. Kijk, nou. Twee zielen, één gedachte. Is voor jullie natuurlijk ook geen verrassing dat ik natuurlijk weer pasta ga maken. Echt, ik eet ook wel andere dingen hoor in de week. Alleen, ja. Ik denk dat ik twee keer per week pasta eet. Is dat gek? Hoe vaak eten jullie pasta per week? Kijk even die ondergaande zon zo. Lekker op mijn koppie. I have a new boyfriend. Come here. Pussy. I love you too. Waar is deze kat nou aan het kijken? Hi. Hij heeft zijn lenzen uitgedaan en zijn bril opgezet voor het eerst sinds ever, maar hij wil niet dat jullie het zien. Oezie. Kom hier. Kom maar even komen. What? I look like a nerd. You look like a sexy nerd. Nee. I like it. Dat is echt heel erg bedtijd. We hebben nog die serie te kijken over die moordenaars. Ja, die kast ook nog steeds. Morgen ga ik dat echt oplossen. Ik heb hier een verzameling handdoeken. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Maakt allemaal niet uit. Vandaag niet meer in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Het is volgens mij bijna 2 uur 's nachts. Is de deur al dicht. Dus ik ga tijgeren er vannacht vandoor. Zo, snel gedoucht en in bed. Voor het eerst in mijn leven ben ik niet moe. En hij wel. Are you tired? A little bit. Ik ben er denk ik, I think I'm over it because it's so late. Because I had a minute when we were watching the show. I was like. You're over it, so you can be over it. I can be over it, but I don't want to. When I'm tired, I just want to go to bed. That's normal for humans, you know. When you're with me, you just feel tired. Okay, nice. You make me tired. Yeah. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.